Het is weer een mooie dag hier en ik kan zien dat er wat bordjes staan op het huis van Fred. Niet thuis, op zoek naar groen. Jongens, ik wilde letterlijk op bezoek gaan, maar zo te zien is Fred niet thuis, want hij is op zoek naar groen. En ik weet niet wat dat specifiek betekent. Maar welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag weer lekker op ons survival eiland hier. Waar we eigenlijk niet echt survivalen, maar meer gewoon met onze vrienden allemaal verhalen meemaken. Zo, Benny, wat heb ik jou lang niet gezien? Oh mijn god, jongens, we hebben Benny al een tijdje niet gezien. Hij heeft letterlijk dit huis hier gebouwd en zo te zien heeft hij daar paden. Oh, hey, Benny. Hallo, ik ben niet thuis. Goeie. Hallo. Hey, Benny, hoe is het? Ja, nee, ik was even de scharnier aan het bekijken of het allemaal nog wel goed zat. De scharnieren zien er prima uit. Kan je wel voor mij, ik ben niet helemaal tevreden over de kier die ertussen zit. Oh ja. Is dat mogelijk dat je het oplost, of? Ja, dat kan wel. Dan moet er denk ik een soort van, net als hier, ik denk. Kijk, hier zit geen kier tussen. Oh, nee, trouwens ook. Ik ga dat oplossen. Ga je het oplossen? Oké. Hey, Benny, lang niet gezien. Fred is op het moment niet thuis. Ik wilde eigenlijk met hem wat leuks doen vandaag, maar misschien nu jij er bent, dat ik wat met jou kan. Je loopt gewoon weg midden in mijn verhaal, kan ook. Hé, hey, maar je hebt opa Gerard's huis afgemaakt, de holbewoner. Het ziet er goed uit. Leuk, pas bij ja, de rest. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ik zal je even een rondleiding geven. Ik heb al een rondleiding gehad. Ja, waarom krijgt hij een moderne poort? Hij is de holbewoner. En wij krijgen allemaal houten poort, hij krijgt een moderne poort. Ja, daar heeft hij om gevraagd. Dus ja, zijn mensen, dat zijn mijn... ja. Ik heb al rondleiding gehad. Nee, ik heb letterlijk al... Trampoline. Ik heb al een rondleiding gehad, Benny. Ja, nou, ik... wat kom je hier dan doen? Hoezo, wat kom je hier doen? Jij komt hier. Ik stond hier letterlijk. Jij kwam aanlopen. Ja. Oké, Benny. Kijk, je mag me wel wat dingen laten zien. Want ik zie dat daar ook van alles is gedaan. Wat heb je daar gedaan? Ik zie dat er een hele nieuwe weg is ontstaan daar in de verte naar jouw huis. Dat klopt, ja. Ja, voor de aanvoer van materialen heb ik inderdaad de weg eventjes aangelegd. Zodat de materialen hier makkelijker heen kunnen. Dus we kunnen nu eindelijk gewoon op een normale manier naar je huis toe. Welke gemeente? We wonen hier met 1, 2, 3 en dan woont Rick bij mij 4. En jij daar 5 en Alfred in de grot 6. 6 mensen op dit eiland. Nou, dat is altijd een aardige gemeente, moet ik zeggen. Ja, dit zegt op zich. Creëren we al. Moet er niet een soort gemeentehuis komen dan? Nee. Hoezo niet? Nou, laat eens zien wat je hebt gedaan. Kijk, zoals je ziet heb ik hier met een beetje verf de strepen weer weggehaald. Ah, dus dat is dat streepje. Hoezo zijn die weg? Ja, nou, dat is één richtingsverkeer, dus... Eén richtingsverkeer? Ja. Welke kant op? Hoe wil ik daar ooit terugkomen? Oh, dat maakt dus niet uit. Het is één richtingsverkeer allebei de kant op. En dan hier een mooie... De weg gaat helemaal naar boven. Ja, zeker. Dit ziet er goed uit, Benny. Dit heb je goed gedaan. Ja, dankjewel. Dankjewel. En dan hier kom je bij jouw huisje natuurlijk. Ja, hier zijn we al geweest. Wat ben je eigenlijk van plan met de Fred luchtballon? Die staat er nu al een tijdje. Alleen, wil je er ooit nog iets mee doen? Of? Ja, ik weet het nog niet. Ik zit de tekeningen constant maar opnieuw te maken. Maar, voor wat? Nou, wat ik ermee wil gaan doen. Ik heb verschillende ideeën. Maar de tekeningen, ze kloppen nog niet. Laat ik het even zo doen. Nee, oké. Hey, helemaal prima. Helemaal prima. Het ziet er goed uit. Ik ben tevreden over het werk dat je levert, hé? Ik ben moe. Hoezo is het moe? Het is... midden op de dag. Dat kan ik toch wel moe zijn? Ja, dat snap ik trouwens. Hé, hey, maar kan jij binnenkort beginnen met Rick zijn huis? Want Rick die woont nog steeds bij mij. En ik moet zeggen, hij snurkt, hij stinkt. Ik wil hem mijn huis uit. Jeetje. Ja, inderdaad, jeetje. En nu? Mijn vraag, wanneer ga je beginnen met zijn huis? Als ik de ijs heb doorgekregen. De ijs, hij heeft nog geen ijs gegeven. Nee. Weet je, blijf hier, ga je lekker slapen, je bent moe. Ik ga nu naar Rick toe en ik ga hem ijzen stellen. Of als ik ga hem zeggen dat hij zijn ijzen moet stellen, want dan kan hij snel het huis uit, oké? Okay? Dat is goed. Goeie nieuw. Ga lekker slapen. Ga jij lekker slapen, Benny? Ik ben moe. Jij bent moe. Benny de moebouwer. Doei, Benny. Ik ben niet meer wakker. Je bent niet meer... Oh, je bent... Nou, jongens, laten wij even snel naar Rick gaan. Ik ben blij dat Benny de Bouwer gewoon eindelijk de wegen een beetje mooi heeft gemaakt, jongens. Dat betekent dat onze, zoals hij het zegt, gemeente, onze community, wordt eindelijk een beetje gewoon realiteit. We hebben hier de mooie brug natuurlijk. We hebben daar Fred's huis. We hebben daar opa Gerard's huis. We hebben hier mijn huis, waar Rick nog steeds woont. Eigenlijk moeten wij Rick echt even op zijn kop geven dat hij snel naar Benny de Bouwer toe moet. En dan kunnen we het gewoon regelen dat hij dat eindelijk daar gaat wonen. Martin? Heeft hij nou een vark? Wacht even, hoor. Martin met de vark in zijn handen. Martin, waar ga je heen met dat vark? Waar kom jij vandaan, Martin? Jongens, jullie kennen hem nog wel, boer Martin. Hij was ook met ons met een luchtballon meegegaan naar dit eiland. Maar we hebben hem sinds dat we hier zijn nooit meer gezien. Ik dacht dat hij vermist was of gewoon in het water was gevallen. Weet ik van waar hij... Martin, waar ga je heen? Hallo, hij is helemaal in de verte. Martin, kom in... Hij hoort me niet, hij is veel te ver. Jongens, we hebben Martin al zo lang niet meer gezien. Echt letterlijk sinds Content Veen seizoen 2, sinds de grote stad, hebben we Martin niet meer gezien. Waar ben je? Waar ga je heen? Huh? Martin, daar ben je! Wacht even, Martin!
Goedemorgen, Emje! Wat ben je aan het doen met dat varken? Waar ga je heen? Wat is er nu? Wat ga je doen? Waarom heb je een varken? Ik moet naar mijn huis toe, ja. Waar ben je? Ik heb een nieuw varken gevonden, ja. Waar ben je geweest? Waar was je al die tijd? Nou, waar niet? Ik heb je sinds de luchtballon niet meer gezien. Nee. Ja, de ruzie met Fred over dat we niet op Boerjan gingen wachten. En dat is inmiddels al, wat is het, 2-3 weken geleden. Waar ben je geweest? Overal en nergens op zoek naar Jan. Oh, je bent nog steeds op zoek naar Jan. Ja. Yeah. Heb je al een huis? Ja. Yeah. Waar? Die kant op. Aan de andere kant van het eiland of zo. Want we leven hier natuurlijk op een eiland. Ja, nou, het is best wel ver inderdaad, ja. Het is best wel ver. Maar... Ja. Yeah. Waarom heb je een vark in je handen? Nou, Kom even mee. Ik nodig je even uit op de koffie. Of... Kom mee, ik hoef geen koffie. Een bietensoepje. Nee, je hebt helemaal geen bietensoepje. Ik heb bietensoepjes. Ik heb bietensoepjes. Dat is helemaal niet waar. Ik heb overheerlijke bietensoepjes, ik beloof het. Ik weet het zeker. Ik beloof dat ik bietensoepjes heb. Maar ik moet dit varken niet terugbrengen, eigenlijk, ja. Nee, kom nou alsjeblieft dan even. Het varken mag mee. Ja, oké. Dan neem ik een goed beet, hoor. Ja, hou maar goed vast, hoor, dat varken van je. Waarom heb je niet gewoon een touwtje? Waarom moet je hem nou specifiek op zo vasthouden? Hij is nog klein, ik ga hem gewoon hier vasthouden, ja. Oké, prima. Hey, lang niet gezien, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, wel goed? Boerjan inmiddels nog steeds niet gevonden, of? Hoe niet, maar we zijn dichtbij. We zijn dichtbij, ja. Ik heb Boerjan ook al echt al een eeuw niet meer gezien. Hey, maar... Waar doe ik heen? Ja, we gaan hierheen. Je komt letterlijk, ik zag je uit het huis lopen van opa Gerard. Oeh ja, nee, ik zag mijn varken daar naartoe lopen, ja. En ik dacht, ik ga er even in. Ik wist niet voor wie het huis was, maar ja. Maar waarom ben je hier? Wat doe je hier? Oh, mijn varken was hier weggelopen. Maar je zegt dat jij helemaal helemaal in de verte komt daar. Ja, die varken die versterken nu. Oké, kom maar. Het blauwe huis is voor mij. Waarom nou weer blauw? Ja, weet ik niet. Ik heb aan Benny gevraagd of hij blauw was. Fred wilde groene, dus ik wilde een blauwe. Ik wil een groot hek voor je open, dan pas je er doorheen met. Heeft dat vark ook een naam? Nee. Oh, nou, ik heb hier een barbecue. Stel je wil... Hij kan het ook horen, ja? Sorry. Kom binnen, moet je... Ja, maar je varken... Ja, liever dat je varken wel voor buiten houdt. In verband met gewoon, ja, hygiëne. Oeh. Is dat een probleem, of? Nee, dat kan wel even, ja. Kan je hem even... Zet maar in de tuin of zo, inderdaad. Plaats maar waar je wilt. Zet hem in de tuin, ja. Oké, top. Nou, oké, kom maar binnen. Voeten vegen even. Bleef. Ja, hij blijft vast wel staan daar. Bleef. bleef, hallo. Wat heb je met hem gedaan? Ik heb hem vast. Je hebt hem helemaal niet vast. Ja, waar? Nee, helemaal niet. Oké, kom maar binnen, voeten goed vegen, inderdaad. Hé, lang niet gezien. Wil je wat eten? Wil je wat drinken? Nee. Je hoeft niks? Nee. Moet er trouwens misschien even stil zijn, want Rick ligt volgens mij nog in zijn pisnest. Ligt een beetje te slapen. Wie is Rick? Rick. Ja, Rick. Hoe lang niet? Nee, Rick heb je ook lang niet gezien en gesproken natuurlijk. Ja, die is ook mee. Nou, hij was niet mee, maar hij is fiets. Een lang verhaal. Hé, waarom kom je niet gezellig bij ons wonen? Dan gaan we samen naar Boerjan zoeken. Nee. Hoezo niet? Ik ben een man op mezelf geworden. Ja, maar je kan toch niet in mijn huis wonen? Ik bedoel gewoon bij onze gemeente hier in ons dorp. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Waarom niet? Ik vind het leuk om je weer te zien. Ja, ik ook. we weten allemaal hoe het is afgelopen voor ik, ja. Het liep niet helemaal koek, nee. En ook geen eigen koek. Dus hoezo? Nee. Het liep toch gewoon helemaal prima? Nee. Waarom niet? Want ik snap niet wat er aan de hand is. Je praat erg veel voor iemand die ik net heb gezien na een hele lange tijd. Ik wil bijpraten met je! Oh, zet dat aan. Dan kan ik dat ook wel. Ik zit zo verwarrend af en toe, jongens. Dus. Gaan we er zo bijpraten op deze manier? Ja. Yeah. Hoe is het met de vrouw, ja? Ik wou ook net vragen hoe het met de vrouw en kinderen is. Hé. Hey. Ja, daar hangt ze. Is ze dood? Nee, hoezo is ze dood? Waarom gelijk ze duister? Het wordt nat. Ja, ik heb lekkage letten niet op. Hé, ik vond het gezellig. Ja, ik ook. Snel bijgeklet. Ja, zeker. Moeten we gewoon weer doen. Ja, moeten we vaker doen. Daarom. Ik kan wel misschien even aan... Hey, daar heb je je varken weer. Ik kan misschien wel even aan Benny vragen of je een keer een vakantiehuisje wil bouwen. Dan hoef je niet specifiek te wonen. Ja, misschien wel. Dat zien we nog wel in, ja. Als ik dat zo wil, dan moet je wel mee vertrokken. Ja, je hoeft mij niet te gaan zoeken, maar ik ben er toch niet meer als je over een tientje bent. Ik ga Jan zoeken en anders kom ik nooit meer terug. Doei, Martin! Ja. Dag! Jongens, Boe Martin, ik heb hem zo lang niet gezien en ik dacht even gezellig bijkletsen, maar volgens mij is Boe Martin veel te druk met... Doei! Ben je maar aan het kriebelen? Had hij jeuk? Ja, volgens mij heeft hij nog steeds jeuk. Hij is weg. Oh, daar heb je hem weer.
Volgens mij is Boer Martin veel te druk om Boer Jan te vinden, jongens. En we hebben Boer Jan ook al een eeuw weer niet gezien. We hebben... Maar wie weet kunnen we een keer vragen of hij hier ergens gaat wonen. Maar het ding is, ik wilde Rick gaan vertellen over het feit dat hij hier natuurlijk, zoals dit, moet ongeveer zijn huis komen. Ik denk dat dat een geel huis gaat worden, Rick kennen dan. Dan hebben we oranje opa Gerard, groen Fred, blauw van ik en dan daar weet ik van de verte die van... Benny de Bouwer natuurlijk. Dus ja, dat gaat leuk worden. Nou, laten wij dan maar even naar Rick lopen en eindelijk even een keer die eisen gaan stellen. Huh? Wat? Ik hoor Fred of zo. Huh? Fred, ben je wel thuis? Of kom je net thuis? Hallo? Fred? Is dat? Nee, dat is Fred niet. Fred, waar ben je? Huh? Hij doet zijn lamellen dicht. Fred, waar ben je? Je bent wel thuis. Je liegt. Ik zag je lamellen dicht doen. Oh, hij zegt niet thuis. Op zoek naar groen. Hij is aan het liegen, jongens. Fred is wel thuis. Hallo. Fred, ik hoorde je. Ik zag je letterlijk. Nou, ik zag je niet, maar ik zag dat je de lamellen dicht deed. Ik zag hem weer. Zagen jullie het, jongens? Fred is thuis. Ik zag zijn hoofd. Fred, ik ga gewoon binnenkomen. Fred. Hallo. Ik weet dat je thuis bent. Waarom doe je alsof je niet thuis bent? Hey Fred, ik hoor je. Hey, hallo. Hallo. Ja, wat is er? Mag ik binnenkomen? Waarom doe je alsof je niet thuis bent? Ik hoor een varken. Hoezo nee? Nee. Fred, hoezo nee? Mag ik alsjeblieft binnenkomen? Wat is er aan de hand? Ik hoorde je een soort van snikken of zo. Ben je verdrietig? Ja. Hoezo? Gewoon. Wat is er gebeurd? Gaan. Wat is er gebeurd? Niet bellen. Fred, ik ben een van je beste vrienden. Dit kan je niet doen. Je kan me niet buitensluiten op deze manier. Jawel. Hoezo? Je was al buiten. Je was al buiten. Ja, maar dan kan je toch niet buitensluiten. Ik ga nog graag bellen. Hou op. Hoezo? Ga weg. Fred, ik hoorde je snikken. Ik ben een vriend van je. Ik ga je niet zomaar alleen laten. Wat is er aan de hand? Mislukt project. Hoezo mislukt? Wat is er gebeurd met mislukt project? Gewoon. Welk project? Hoezo, wat is er? Fred, doe die deur open. Wat is er aan de hand? Nee, mag niet. Waarom? Jij gaat lachen. Nee, ik ga niet lachen. Ik beloof het je. Ik ga niet lachen. Oké, want ik moet nu al lachen. Ik ga niet lachen. Jij gaat lachen. Ik ga niet lachen. Wat is er aan de hand? Beloof je dat? Ik beloof het. Echt waar? Echt waar. Ik ben me nu heel erg aan het focussen om niet te lachen. Ik beloof het. Oké, Fred. Ik ga niet lachen. Ik beloof het. Ik heb het beloofd. Hello. Wat is er gebeurd? Waarom ben je de varken? Jij. Nee, sorry. Fred, sorry. Wat is er gebeurd? Waarom ben je een varken? Hoe kan dit? Het is mislukt. Wat is mislukt? Oh, ik weet het al. We hebben natuurlijk 2-3 dagen geleden hebben we een verstoppertje gedaan als dieren. Jij had een nieuwe machine gebouwd waardoor je in dieren kon veranderen. Oh, en het is helemaal fout gegaan. Fred, waarom? Je bent half Fred, half varken. Ja. Je valt op de varkensneus. Oh, oh. Oh mijn god, Fred. Hoe kan dit zijn gebeurd? Wat is er fout gegaan met je machine? Storing. Kan je het niet... Wacht, kom, we gaan even naar beneden. Ik ga je helpen met dit, Fred. Laatst ook al gehackt nu dit. Oh mijn god, jongen, echt. Hoe kan dit nou altijd... Waarom gebeuren er altijd dingen met jou? Hier, dan gaan we weer naar dit geheime apparaat. Doet hij het nog, of... Nee. Je hebt al geprobeerd... Hoe lang ben je... Je hebt ook natuurlijk een bordje buiten gezet alsof je op zoek bent naar groen. Maar was je al die tijd gewoon thuis? Nee. Oh mijn god, Fred. Kan ik helpen met iets? Is er iets wat ik kan doen waardoor het apparaat misschien weer werkt? Moet ik iets voor je halen? Zeg het maar. Ik wil het zelf zoeken. Ja. Jij moet weg. Jij bent gaan lachen. Nee, maar jij durft niet naar buiten op het moment. Sorry, maar ik kan niet lachen als je me zo aankijkt, Fred. Ga nou weg. Nee, ik wil je helpen. Ik kan je niet zo achterlaten op deze manier. Wel maar. Ik heb worteltjes voor je als ik je... Sorry. Wat doe je? Ik heb jeuk aan mijn voet. Hey, kan ik iets doen? Alsjeblieft, laat me je helpen. Ik vind het wel ik heel grappig. Ik weet het niet. Heel ik moet de fout opzoeken. Even hoe? Je hebt hier je computer. Heeft die er iets mee te maken of... Hallo? Heeft je computer er iets mee te maken of... Misschien wel. Je kan zoeken. Ja, ik kan wel even op alles gaan klikken en gaan staan en zo. Maar ik weet niet, volgens mij werkt niks. Ik heb geen verstand van Minecraft computers. Oh. Is er een object dat je nodig hebt? Een item? Iets wat ik snap dat jij niet naar buiten durft als je er zo uitziet. Dus misschien kan ik het voor je ophalen. Ik moet onderzoek doen. Je moet onderzoek doen. Hoezo onderzoek? Hoe ik terug kan. Fred, er moet vast wel iets zijn wat ik voor jou kan doen. Nee. Hoezo niet? Wat? Ik wil dit oplossen. Je kan toch niet de rest van je leven een varken blijven? Dat hoop ik ook niet, nee. Maar ja, hoe moet ik dat dan doen? Want ik moet in die twee kamers de knoppen en de hendels overhalen. En dat lukt niet. Welke twee kamers? Waar heb je het over? Ik,
Nou, gewoon deze machine en ja? beneden in die andere kamer. En het kan toch niet? En hoe moet dat dan? En zo, wat moet er gebeuren? Je moet in een andere kamer hendels en butters overhalen? Ja. Daar kan ik toch mee helpen? Ik zeg letterlijk net. Dan ga ik in die kamer staan. Dan doe ik dat voor je. Ja, schiet dan ook op. Waarom zeg je dat niet eerder? Ik zeg al de hele tijd dat ik je kan... Weet je, jongen. Fred, ik ga naar die kamer toe. Is het in je speelkamer of... Ja. Oké, laat maar zien, Armin, inderdaad, wat ik moet doen. Zeg jij maar precies wat ik moet doen. Je moet tellen voor jezelf. Tellen voor mezelf? Ik zit met Fred het varken te praten. Het wordt gekker en gekker. Oké, ik moet tellen voor mezelf, ja? 1, 2, op 3 dan deze 2. Ja, 1, 2, 3. 4, 5 en dan op 6 deze 2. Deze 2, ja. En op 8 moet ik dan op de knop beneden drukken. Oké, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan 7, 8 en dan klik jij. Oké? Ja. Gaan we dat doen? Ja. Oké, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fred, is het gelukt? Huh? Fred, is het gelukt? Ik hoorde van alles. Fred, oh god, jongens, ik hoor Fred niet meer. Oh nee, ik hoor nog steeds varken. Oh mijn god, wat ben je groot! Fred, wat heb je gedaan? Ik snap het niet. Waarom ben je zo groot? Help. Het is niet gelukt. Hebben we het wel goed gedaan? We hebben het niet goed gedaan. Was het dan die volgorde? Hendels, knoppen. Deed je eerst? Ik deed eerst de hendels. Nee, ik eerst knoppen. Juist! Oh mijn god, jongens, echt waar. Oké, opnieuw. We gaan het opnieuw proberen. Eerst de knoppen, dan de hendels. En dan klik jij hierop, op 8, oké? Ja. Waarom ben je zo groot? Het wordt alleen maar enger. Oké, ik ga snel naar de goede ruimte weer. Klaar voor? Ja. Oké, komt-ie. 1, 2, 3 knoppen. 4, 5, 6. Zo, ik heb de hendels opnieuw overgehaald. En ik hoorde weer van alles. Oh, ik heb niet tot 8 geteld. Ik hoop dat hij zelf geteld heeft naar 8. Ik hoop dat hij zelf naar 8 heeft geteld. Oh. Fred, is het gelukt? Ik was vergeten tot 8 te tellen. Fred, hallo? Oh, jongens, ik weet niet of het goed... Wat doe je nou? Het is volgens mij niet helemaal goed gegaan. Je bent echt inimini. Ik vind je wel schattig. Mag je niet meenemen nu? Wat? Hou op. Hoezo? Nu ben je gewoon... Nu kan ik je altijd in mijn zak stoppen en meenemen. Dan hebben we altijd samen avonturen op deze manier. Oké, wacht. Nou, Fred, kom eens onder tafel. Zo erg is het nou ook weer niet. Nou. Wat is er nou weer fout gegaan? Ik deed de knoppen, toen de hendels. Maar ik vergat het achter te tellen. Was dat een probleem? Ja, maar dan weet ik niet wanneer ik moet. Oké. We gaan het nog één keer doen, oké? Ja. En dit keer gaat het goed. Dat beloof ik. Heel goed. Oké, jongens. Eerst de buttons, dan de hendels en dan door tot 8 tellen. Komt-ie. 1, 2, 3 buttons. 4, 5, 6, 7, 8. Ik hoor 9. Van alles weer. Oh, 9. Ja. Hij telt zelf verder. Fred, is het gelukt? Ik hoorde weer van alles. Oh, het is gelukt. Je bent weer normaal. Oh, zo, mijn god. Ik ben weer thuis. Je hebt genoeg gevonden. Fred, ik moet zeggen, ik ben nog nooit zo blij geweest om je weer op de normale manier te zien. Ja. Oh mijn god, verander alsjeblieft nooit meer in een vark, oké? Ik niet doen. Dit is echt vreselijk. Als je dat op z'n minst verandert naar een ander dier waar niet nog een varkensneusje uitsteekt en zo, maar... Echt waar, oh, wat ben ik blij om je normaal te zien. Hey, wil je nog wat leuks? Nu moet ik weg. Hoezo? Ik heb het heel druk. Met wat? Met wat? Zoeken. Met... Oh mijn god, joh. Echt waar, Fred, af en toe... Weet je, wij gaan nu daadwerkelijk naar Rick toe. We gaan het met hem hebben over zijn huis en zo. En ik denk dat jullie dan in de volgende aflevering misschien al een begin van het huis gaan zien. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Vond je het nou zo leuk en ben je nou geabonneerd en heb je de video nou geliked? Dan moet je zeker even deze video kijken, want dit is ook een leuke video. Hierin is van alles gebeurd. Zeker even kijken, zeker even liken. En nu spreek ik later, glaasje water, deel tot die flesje.